Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze allereerste Nederlandse video op dit YouTube kanaal. Mijn naam is Tim, ik ben 17 jaar oud en ik heb op dit moment mijn eigen viswinkeltje. Ik ben hier 10 tot 12 maanden geleden mee begonnen. Of iets eerder, dat weet ik niet precies meer. Verder vind ik het een hele leuke hobby om ook met mensen om me heen te delen. En nu ook op YouTube, dus daarnaast heb ik ook een webshop waar je dus al mijn assortiment en spullen die hier in de winkel staat kunt bestellen. Het is dan binnen 1 à 2 dagen binnen. De momentele voorraad staat er ook allemaal bij. Dus ik zal het linkje in de beschrijving doen van de webshop en ook hier even groots in beeld. Dat is altijd wel even slim natuurlijk. Verder, je kunt hier ook altijd langskomen op openingsdagen voor advies of vragen of gewoon om een leuk praatje te maken. Het is allemaal welkom. Ik zal dat adres hier ook eventjes gewoon groots in beeld zetten en even in de beschrijving. Laten we beginnen met de video. Nou, de plek waar we op dit moment het eerste gaan beginnen is in mijn kleine achterkamertje, eigenlijk afgesloten van de winkel. Hier heb ik al mijn eigen dingetjes staan, gewoon voor de hobby en gewoon puur omdat ik het ook leuk vind. Dit is mijn bak met kristals. Je ziet er bijvoorbeeld hier al eentje zitten, als die even scherp stelt. Ja. Hier zit er nog één. En er zitten er meer als genoeg in, een stuk of 40, 50. Het zijn erg leuke garnalen om te zien, dus even lekker erop inzoomen. Het zijn erg leuke diertjes en ze doen het op dit moment ook vrij goed. Dus we gaan zien hoe groot deze kolonie wordt over een paar maanden. Oh ja, ik heb hier ook vrij recent nog een vijgenblad ingegooid zoals jullie kunnen zien. En dat is al stevig weg aan het verteren. Ze vinden het behoorlijk lekker. Ik dacht dat ik ze allemaal kwijt was, maar hier zitten ze blijkbaar. verder heb ik hier nog wat van mezelf appelslakken zitten. Dus is wel leuk. Hier heb ik nog wat gele garnalen zitten. Veel niet. Maar nog een paar voor mezelf gewoon puur ook om gewoon eens te kijken hoe ze het doen. Zo, heel fel op camera. Het lijkt wel alsof die licht geeft. Maar ze doen het hier vrij goed in. En dan heb ik hier nog een hele hoop blauwe. Blauwe garnaaltjes. Die doen het op het moment ook behoorlijk goed. Ik ben toen begonnen met een stuk of 25. En dat is toen helemaal opgelopen tot 400. En dat werd wel erg veel. Dus toen ben ik ze maar gewoon in mijn winkel gaan zetten. Hier heb ik ook nog wat garnalen staan. Even kijken waar die zitten. Ja, hier zo. Die doen het op zichzelf ook wel goed. Die heb ik uit mijn kristals gekregen. Dat is waarschijnlijk omdat de kristals niet helemaal raszuiver waren. Oh, hier is een hele mooie zwangere. Dus vandaar. Dus die heb ik er even uitgevist, want ik wil ze juist nu helemaal mooi raszuiver hebben. Dat is ook wel een leuke. Dus dan gaan we door naar mijn volgende kamer. Eigenlijk gewoon de verkoopruimte. Maar dit is een beetje wat hier staat voor mezelf gewoon. Ook voor mijn lol. Dit is mijn verkoopruimte. Sorry dat het op de tafel misschien wat rommelig is. Hier heb ik merendeel van alle spullen die ik verkoop. Eens even kijken. Hier heb ik dus mijn kogelvissen. Die verkoop ik niet. Het zijn echt mijn huisdiertjes noem ik het maar. Ik zal ze ook wel even voeren. Dan kan je daar ook meteen een close-up van zien. Hier zit het andere duveltje. Men zegt ook heel vaak dat kogelvissen niet bij elkaar in een bak kunnen. Maar deze schijnen het toch best wel goed te doen samen. Dus. En even voor de duidelijkheid. Deze staan niet op zoet water. Deze staan op lichtelijk brak. Omdat ze eigenlijk van nature ook uit de mangrove komen. Dus dan is het ook niet zo heel slim om daar zoet water in te doen. Want mangrove is een tussenstuk. Hij is behoorlijk nieuwsgierig. Hij is niet echt camera verlegen. Maar als je naar die kleine gaat. Dan die schiet weg. Die vindt dat niet zo fijn, de camera. Maar deze, die is niet camera schuw gelukkig. En hier ga je zo een stukje zien van de kogelvis die een slakje opeet.
Oh ja, we verkopen ook verschillende producten. Ruto, freeze-dried food. Eens even kijken. Voor het geval dat je je dat afvroeg. We hebben verschillende soorten. Dus ja, ik zou gewoon zeggen, kom gerust een keer langs. We gaan ook in de toekomst Ruto freeze-dried voer en diepvriesvoer verkopen. Dit is de freeze-dried variant. Ja, wat ik zelf voer zijn merendeel van deze soort potjes. Ik heb ze zelf ook allemaal eens een keer getest en ik ben er meer als tevreden mee. Dit ook allemaal wat je hier ziet, dat kan je allemaal ook op website bestellen. Dus ja. Verder heb ik hier nog een eigen bak van mezelf met wat witvintetra's. Zijn ook wel erg mooi en leuk om te zien, vind ik zelf. Ja, zijn op dit moment vrij rustige visjes, maar zodra je dus ook voert, kan wel even laten zien. Nou ja, dan zie je, dan schieten ze allemaal naar boven en gaan ze aan mijn vinger nippen. Dus, maar ook erg mooie visjes. Hier heb ik ook nog een bakje van mezelf staan met wat van mijn eigen hele hoge gradatie blauwe garnalen. Die zijn bijna marineblauw, zeg maar. Dus ja. En ja, verder heb ik ook nog hier nog twee betertjes staan. Deze moet ik weer een keer het glas van schoonmaken. Het zijn Dumbo Air plakkaat beta's. Mocht je niet weten wat beta's zijn vechtvissen. En adviseerbaar om die geheel alleen te houden, omdat ze anders je gehele bak eigenlijk afvechten. Deze is enorm donker, maar wel prachtig. Heel mooi. Nou ja. Mocht je interesse hebben in deze twee vissen, ze zijn allebei verkrijgbaar per stuk. Dus volgens mij, ja, de prijs staat er ook bij. Dus mocht je interesse hebben, je kunt altijd langskomen. Oh ja, even voor de duidelijkheid, vis verzenden we niet. En de reden hiervan is omdat we ja, niet willen dat iemand dode vis of dierenwelzijn er tegenaan gaat. Dus dat is niet zo heel handig. Verder, ja, we hebben nog een paar plantjes staan. Deze vind ik zelf heel mooi. Die Amania senegalensis en ja, nog een paar andere soort plantjes. Ze doen het allemaal vrij goed. Deze ging ook behoorlijk hard. Die zijn heel snel verkocht geraakt. Dus is alleen maar mooi. Hier heb ik nog wat Echinodorus staan. Zo te zien. Ook wel mooie plantjes. Nog wat Anubiusjes. En mijn grote plekko. Nou ja, mijn hij is gewoon te koop. Is wel heel mooi. Maar ja, ook wel een leuk dier om te zien. En hier heb ik een hele grote maanvis ook nog in zitten. Die heb ik ooit van een klant van mij gehad, omdat hij blijkbaar heel agressief was. Dus heb ik hem maar opgevangen. Ja. Ook wel een heel leuk dier. Mocht iemand ook eventueel een grote maanvissenbak hebben met echt dit soort maat maanvissen, dan mag je hem altijd opkomen halen. Het is een erg leuke vis om te zien. Verder hebben we hier een hele hoop hout. Ook op webshop staan ze. Nou ja, mocht je vragen hebben van hoe bepaald hout eruit ziet, je kunt het meteen op video zien, dus dat is ideaal. Dit is bijvoorbeeld Mopani, hier heb je heel veel verschillende stukken in. Deze is bijvoorbeeld weer heel anders als de ander. Ja, hout. Dit is Riverwood, dit is Mopani. Dit zijn die Spiderwood stukjes die je ook op webshop kan vinden. Ja, de grote stukken hout staan niet op webshop. Daar zijn we nog mee bezig. Dus we hebben ook nog wat steen staan en verschillende aquariumpjes. Dus staan ook allemaal op webshop. We hebben ook nog garnalen speciaal voor. Dus en hier hebben we nog wat mooie maanvisjes in zitten. Even kijken, als die scherp stelt. Ja, prachtig. Die is een beetje dominanter. Dus ja. Verder hebben we hier nog een bak staan met het aquariumplanten. Zoals je ziet is het ook allemaal heel erg groen, heel erg vers. Dus ik zou zeggen, als je interesse hebt in aquariumplanten, kom gerust eens langs of bestel ze lekker op webshop. Als je ver woont, het is allemaal mogelijk. Hier heb ik nog wat mooie tijgerlotussen staan. Nog wat verschillende mossoorten. En ja, verder gaan we hier door naar het visassortiment. We hebben nog wat vrouwtjesguppen. Wat entlertjes, entlersoorten. Nou ja, nog wat velvet rozeetjes. Mooie kleurtjes. En hier hebben we nog ook wel wat verschillende vissen in zitten. Allemaal guppensoorten. En nog wat
Waar op de lijst van stond Jap & Blues. Alleen ik heb zo mijn twijfels dat het Jap & Blues zijn. Want echt blauw zijn ze niet. Daarentegen zijn ze wel erg gaaf om te zien. Verder hebben we nog... Oh, het glas moet ik ook weer even een keer schoonmaken. Dit zijn koningszalmpjes. Die heb ik ook nog staan hier. En hier hebben we nog wat Blue Velvet garnalen van mijn eigen kweek. Even kijken of ik kan focussen. Ja, nou ja, je ziet het. Ja, ook wel erg grappig om te zien. En hier hebben we nog wat... hoe heet ze? Black Molly's zitten. En hier hebben we nog... hoe heette die ook alweer? Oh ja, Parodenio's. Ook wel erg gave visjes. En hier hebben we nog andere microvisjes zitten. Neon tetraatjes. Ja, ach, we hebben toch nog wel wat staan. Het is niet gigantisch veel, maar ja, we zijn ook nog steeds in de opbouw. En het is voor mij ook nog steeds hobby. Dus we zullen zien hoe het er over een paar jaar uit komt te zien. Het zijn kogelzalmpjes, vind ik zelf wel. Ik had een hele leuke vis om te zien. Even scherp stellen, kom. Nou, dat was de video. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jou in de volgende. Doei!